In een recente aflevering van de talkshow De Oranje Zomer, uitte Fidan Ekis stevige kritiek op Frans Timmermans, waarbij ze hem een ijdele narcist noemde. Deze opmerking leidde tot discussie, en Khalid Kassem, presentator van Khalid en Sophie, deelt zijn perspectief hierop. Kassem betoogde dat het ongepast is om iemand publiekelijk een psychische stoornis zoals narcisme toe te schrijven. Hij benadrukte het belang van open gesprekken en empathie, waarbij hij opmerkte dat dergelijke uitspraken een constructieve dialoog bemoeilijken. Hoewel Kassem begrijpt dat Ekis erom bekend staat af en toe ongefilterd haar mening te geven, gelooft hij dat het niveau van kritiek te ver ging. Hij benadrukte dat Timmermans' speech over de MH17-ramp, hoewel retorisch krachtig, een specifiek doel diende en dat het niet eerlijk is om zijn karakter te beoordelen op basis van deze enkele situatie. De discussie onthult ook de rol van Ekis als een uitgesproken persoonlijkheid in de media, en zowel Kassem als Oranje Zomer-host Helene Hendricks erkennen haar vermogen om boeiende gesprekken te voeren. Al met al benadrukt Kassem dat het belangrijk is om genuanceerd te blijven bij het beoordelen van publieke figuren en om respectvolle en open communicatie te bevorderen, zelfs wanneer men het niet eens is met hun standpunten.